Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Gold Run. In deze aflevering gaan we de Flower Cup doen en de Flower Cup, daar zit mijn favoriete course in van deze game. Nou, misschien de course op zich niet, maar het liedje van die course is Very Pog. Het is de laatste baan, ik weet niet of jullie net in beeld hebben gezien, maar het is Shy Guy Falls. Shy Guy Falls is echt een van mijn favoriete tracks. Deze daarentegen, not a big fan of. Okay, let's go, Dry Bones. Wow, who durf je? What a vuile bitch. Okay, let's go. De muziek, die zijn altijd heel nostalgisch voor Mario Kart, tenminste, dat vind ik. En daar hoort dat liedje dus van Shy Guy Falls, dus dat komen ook heel erg bij. Rainbow Road trouwens ook. Rainbow Road is ook altijd goede muziekje. En er zijn nog wel meer banen waarvan ik denk van, nou, ik moet wel denken aan Mario. Zeker als het een Double Dash baan is, want Double Dash banen die, ja, dat is pas nostalgisch. Double Dash is ook echt ver uit de beste Mario game ooit gemaakt. Ik hoop dat daar ooit nog een keer de Double Dash functie op Mario Kart zou komen. Mario Kart 9 mag voor mij Double Dash zijn, hoor. Noemen ze Mario Kart 9 Double Trouble of zo. Nou, prima. Ik heb alvast de titel voor je gemaakt, Nintendo. Dan maak jij de game. Maar voorlopig niet komen, gezien ze natuurlijk zoveel extra tracks bij Mario Kart 8 gaan doen, dan gaat echt de komende 2-3 jaar geen nieuwe Mario Kart komen. En dat vind ik oprecht. Maar ik vind het wel leuk dat ze al dat ze een nieuwe baan gaan doen. Waar ze hem in de layout gaan bewaren, zoveel nieuwe tracks, dat weet ik niet. Maar dat zou wel pas. Voor 12 nieuwe cups, hè, dat is gewoon echt tonkeur. Dat is gewoon het dubbele van wat er nu. Wat er nu te spelen is. Au, kutzooi. Dry Bowser, doe het even normaal tegen mij. Oh, en gaat Koopa zich er ook nog mee bemoeien? Oké. Vuil, een beetje. Steken wij een banaantje voor. Oh, wat ben ik blij dat ik nog een banaan had, zeg. Nice. Eerste race, eerste geworden. Goed begin. Goed begin is maar het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft. En ik hoef geen helft. Evelien was 11. Ik deel alles. Zeg. Dat is een liedje. Zet in de... En reacties welk liedje dat was. Oh, dat ging niet goed. Okay. Nu hebben we zo'n road skilltje die we naar iemand kunnen gooien als ze lastig doen. Ik weet nou eigenlijk niet of bij deze baan nog de zijkant gaan sneller is dan wat ik nu ga. Eerste rondje is gemaakt en ik zag hier al die zeilschepen. Hoe komen we hun aan al die zeilschepen? Oh, dit gaat niet helemaal goed. Oh, ik heb... Oh, er staat steering assistance aan, dat is kut. Die moet ik even afhalen. Dat doe ik na deze aflevering. Oh,
Oké. Steering assistance vind ik altijd goed. Vooral omdat je dan, als je dan een of andere manoeuvre wil uithalen en dan de steering assistance kut doet, dan is dat echt niet leuk om mee te maken. Nummer 2. Oh, verkeerd. Oeh, Noordog geraakt. Je kunt er wat snijden maken. Oké, volgens mij gaat het redelijk. Er moet geen blauw schildje weer komen, alsjeblieft. De wagonnetjes zijn wel leuk. Goed, oké. Geen mankementen? Geen mankementen voor race 2. Simpel. Nice. Next race, please. Burning DK. Ik vind het altijd wel grappig, al die dingen wat je op achtergrond ziet dan in de waiting screen. Mansions. Ook minder leuk. Twisted Mansion. Ik zag van die boe eens. Ik zag van die boe. Ik zag van de week ook een boe. We zijn onder water. Piranha's, die zijn altijd kut als je 2D Mario speelt, die piranha's. Oeh, vliegende Big Boos. Oh, dat was een verkeerde kentel. Voor de kaboom. Coins, hè? De toevoeging is op zich grappig, maar heeft het echt nut, want je merkt niks van die coins in ieder geval. Oh jee, een blauw muntje. Echt een blauw muntje. Een blauwe. Oh, en ook nog een rode. Oh, gelukkig had ik nog een soort van hoe noem je dat? Invisibility frames. Omdat ik geraakt heb door het blauwe speeltje. Kijk hoe ver ik voorloop en dat terwijl ik nog werd geraakt net door een blauw speeltje. Oeh, nu heb ik geen defense, dat is ook leuk. De laatste ronde ingaan zonder defense is niet echt very cool. Een blooper. Ik kan niks meer zien, help. Bonk overtuigend? Nee, dacht ik wel. Oh, dat is goed. Daar heb ik tijd mee verloren. Oké. Derde track dus ook eerste. Dus je weet wat er dan de volgende track gaat gebeuren. Vlak voor de finish een blauw schildje. Die vind ik grappige plaatjes. Als je er een beetje naar kijkt. Oh yeah, Shy Guy Falls. Oh yeah. Let's go. Oh, ik miste een item. Back to track.
Iemand reed tegen de bom aan, dat zal wel. Een fansje. Uitgaan. En anders we zeggen op de chlorophyll. Let's go. Nog steeds het shieldje. Daar word ik al heel, altijd al heel vrolijk van. Ik was even voor mijn gevoel al mijn momentum kwijt. Dat halen. Ik wil mijn momentum gewoon hebben. Daarom heb ik dus een switch. Ik moet zeggen dat het me echt meevalt, want ik dacht, moet ik wel 150 cg gaan doen? Moet ik wel 150 cc gaan doen, terwijl ik al zo lang geen Mario Kart meer heb gespeeld, word ik dan niet hard afgemaakt, maar het valt hartstikke mee. Wel leuk. Yo, hoeveel van die bliksemschichtjes kan je hebben? Jesus. Ik vind het wel een keer goed hoor. Oh ja. Nice. Oké, in ieder geval 3 gold stars. Heel fijn. Hadden we bij de eerste ook moeten krijgen, maar daar spreken we maar niet meer over. Geef mij maar dat lekkere cuppie. Dat lekkere cuppie, alsjeblieft. En we hebben weer iets gecollect. Nice. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag weer bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe. De 150 cc Gold Run. Adios, amigos.